dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Wij zijn terug van weg geweest. Na mijn laatste video in juni heb ik niets meer geplaatst. Ben ik online sowieso wat stiller geworden. Wat ga ik erover kwijt? Wat wil ik erover kwijt? Ik ben in een burn-out terechtgekomen. Laat het beestje maar gewoon bij zijn naam noemen. En daar krabben we langzaam op uit. Ik ga niet online of waar dan ook op de details in, want die behoefte die heb ik niet om het wereldwijd met iedereen maar te gaan delen. Ik kom rustig aan weer eruit. Het wordt me aangeraden weer leuke dingen te gaan doen. Of dingen die ik leuk vond. Daar is video's maken één van. En dat zal wel wat anders zijn dit jaar. Ik laat het op zijn beloop. Ik ga ook niet toezeggen dat ik elke dag er ben met een nieuwe video. Het komt zoals het komt. En ik ga het los proberen te laten. Daar ben ik echt niet heel goed in. Zeg maar gerust heel slecht. Ik heb dus die burn-out opgelopen en ik wil het niet melden om zielig gevonden te worden, om aandacht te hebben. Ik denk dat het juist goed is om op elkaar te passen en vooral in deze decembermaand dat we ook aandacht hebben voor de mensen die thuis zitten. Dus ik zou zeggen, hoe moeilijk het ook is, want zo moeilijk vind ik het zelf ook, stuur toch eens een berichtje naar iemand waarvan je weet dat die eigenlijk wel een berichtje wil ontvangen, kan ontvangen. Stuur eens een kaartje. Ga eens een bakje koffie drinken of een kopje thee. Het doet vaak veel meer dan dat wij eigenlijk denken. Ja, wat is er nog meer veranderd? Nou ja, zoals je zo net zag, hij ligt nu. Eind augustus heb ik een klein vriendje erbij gekregen. Nou ja, hij is nu nog klein. Ik heb Teddy gekregen, gekocht. Je krijgt het op de gehoorig niet meer. Dus dat is ook wel een hele stap. Heel fijn, heel leuk, lief, klein, grappig beestje. Dus die komt ook veel voorbij. Ik ga wel proberen korte video's te houden. Vind ik gewoon fijn. Ook omdat ik zelf dus niet lekker in mijn vel zit. Probeer ik op deze manier toch ook voor de mensen die misschien zelf ook niet lekker in hun vel zitten en daardoor thuis zitten. Of door ziekte veel thuis zijn, een filmpje te geven. Want ja, het is wel december. Ik vind het veel wat op me afkomt altijd in december, sowieso. Het is een drukke maand, veel dingen die moeten, veel dingen die kunnen, veel dingen die er zijn. Kijk dan ook naar de mensen waarbij het niet lukt. Of wat voor reden dan ook, zodat we daar ook een beetje aan denken. Ik denk het is misschien leuk om elke dag een beetje te filmen, een beetje te laten zien. Het is nu vrijdag 1 december. Ik film dit een dag eerder, zodat ik mezelf iets meer ruimte geef. Ik zal dus ook vandaag nog niet een van mijn adventskalenders openmaken. Ik heb beide reservepakketten van mijn eigen adventskalenders. Ik heb dit jaar garen geverfd en wol geverfd. En ik heb eentje achter de hand gehouden voor het geval dat de DHL ze kwijtraakte. Het is gelukkig niet gebeurd. Volgens mij zijn ze allemaal op hun bestemming gekomen. Dus die heb ik. Ik heb dus een garen en een spinkalender. Ik heb mezelf getrakteerd op een ritualskalender. En ik heb eentje van de Dutch Advent Swap. Dus daar mag ik eigenlijk, als jullie dit zien, mag ik de eerste pakketjes openmaken. Oh, en ik heb ook nog een theekalender. Ja. Een dag zonder thee kan natuurlijk. Ja, dus ja, daar ga ik morgen mee bezig. Ja, voor vandaag, ik red het niet om heel veel te doen. Dus ik doe lekker rustig aan. Ik heb mijn jaarproject erbij. Want lange filmpjes maken gaat me sowieso niet lukken. Dus ik denk, dan ga ik gewoon korte filmpjes laten zien. En dan misschien elke dag een ander project. Zoveel projecten heb ik niet. Zoveel komt er ook echt niet uit mijn handen weg. Maar dit is mijn winterklaar breienbaar trui. De kersttrui. Dit is de festive pullover sweater. Oh, wat slecht. En ik weet zo niet van wie hem is. En het patroon, dat is niet meer.
Daar ging vanmorgen heel handig een kop thee overheen. Dus die heb ik niet meer. Ik heb hem gebreid van ragi. Even kijken. Ik heb nog een witte streng. Het is de ragi Merino ragi van Jarbo. Die heb ik gekregen van Etna. Die heeft het garen van voor de truien gesponsord. En niet alleen bij mij, maar ook bij meerdere. Dus dit heb ik gekregen. Ik heb de roze. Het is een beetje, ja, het is roze. Die heb ik zelf geverfd, want het was een heel licht bruin. En daar was het contrast echt niet mooi in. Ik heb dus een proeflapje gebreid. Wel in een in de ronde, maar niet met een inbreimotief. Met conclusie dat hij nu zeg maar een halve maat te klein is. Ik pas erin en ja, moet hopen dat ik hem wat uit kan blokken. Maar ik vind hem dus heel goed gelukt. Hij heeft kerstboompjes met sneeuwvlokjes afgewisseld. En ik moet van deze dus het boordje nog. En ik was heel huiverig op weg. Ik had de helft van het boord. En toen dacht ik, dit klopt niet. Hij ziet er anders uit dan deze. Ja, dat klopt. Ik was vergeten 10 steken te minderen. Want ik heb de mouwen sowieso anders gebreid dan het patroon aangeeft. Het patroon geeft aan dat je steken moet minderen gedurende de hele mouw. En ik heb hem, want het patroontje, de inbreidmotiefjes gaan over 10 of 12 steken. En ik heb hier 2 of 3 keer geminderd, zodat ik het aantal steken had waar de motiefjes precies in pasten. En toen heb ik de mouw gewoon recht toe recht aangebreid. Omdat hij al vrij strak of vrij nauw sloot. Dus ja, dan heb ik gewoon recht toe recht aan. Conclusie, ik heb de boord uitgehaald. Ik heb de boord ben ik weer begonnen. Ik heb hem geminderd en nu moet ik dus de boord afbreien. Ja, dan moet ik mezelf dus de echte kennis geven. Want normaal brei ik dat in een middagje af. Daar doe ik nu denk ik 3 dagen over. Wat natuurlijk prima is. Het is wat het is. En ik heb er vrede mee moeten hebben. Ik moet er vrede mee hebben. Kan ik niet zo goed. Voor vandaag ga ik dus gewoon lekker met mijn trui op een bank ploffen. Stukje breien. En dat is het. Ik hoop je morgen weer te zien. En ik ben heel benieuwd naar jullie plannen voor december. Laat ze gerust hieronder het berichtje, onder de video achter. Ik vind het altijd heel nieuwsgierig wat dan iemand anders gaat doen. Of je plannen hebt voor december. Of dat je denkt, ik zie wel wat mij komt, wat mij brengt. Laat het hieronder achter. En wie weet zie ik je morgen weer. Doei!